Wat is dit voor dier? Wat is dit voor beest? Dat is een bonkie. En? Een bonie. Aangekomen Plantage Kerklaan. En daar zit ze hoor. Vind je goed? Nou, voertuigen uit Vilnis, het komt echt overal vandaan. En ik ga ze bevrijden. Had je geen last van de sirene? Nee. Was het niet te hard? Nee. Had je geen zere oren? Hey, en welke dieren wil je sowieso zien straks in die atters? Alle. Alle dieren? Heel veel plezier. Dankjewel. Hè. Afgeleverd veilig en wel naar de Artis. Ja, en ondertussen hier op de Plantage Kerklaan. Ja, het gaat gewoon door, hè? Ja, wat gaan we nu doen? Even eten snel. En om 7:30 weer verzamelen hier. Dan gaan er weer 2 kindjes terug. Die niet zo lang kunnen blijven. Oh, die gaan eerder terug? Ja, die gaan eerder terug. Voor het snoetje. Die brengen we tussendoor even terug naar het AMC. Ja. En dan daarna weer een tour hierheen om straks om 9:30 het laatste snoetje pakketje weg te brengen. Helemaal goed. Ja. Het zweetje onderling is goed, hè? Ja, top. Helemaal top. Hoe is het gegaan? Het ging uitstekend. Ja? Het ging prima onderweg. Rustig. Ja, ik reed achteraan, dus ik heb niet zoveel gezien, zeg maar. Zag je wel? Ik reed vooraan. Dit ging super. Wat is jouw rol op de scooter vandaag? Ja, de routes die melden zich aan zodra ze bij de posten komen. Ja. Dan word ik aangestuurd en dan haal ik de routes op. En dan zorg ik dat ze allemaal netjes geparkeerd worden. Heel logistieke operatie volgens mij, hè? Heel logistiek, ja. Zorg dat alle auto's zo dicht mogelijk op elkaar geparkeerd worden. En dat is ieder jaar weer een uitdaging. De collega's luisteren ook niet altijd. Nee, absoluut niet. Collega's, op met het paard. Zo. Vraag ook begeleiding? Kinderbeestfeest? Ja, ook begeleiding. Maar waar vandaan dan? Want wij hebben natuurlijk al een heel eind opgehaald uit de ziekenhuizen. Ja. Hebben jullie ook kinderen opgehaald? Nee, wij ontvangen ze hier. Oh, oké. Okay. Hey, hoeveel kinderen dat je meedoet? 7e volgens mij. 7e? Ja. En nog steeds meedoen? Ja. Elk jaar als het kan. Okay. Ja. Want je er gaaf uit? Hey. Heel veel plezier voor vandaag. Heerlijk. Ja, hè? Ja, op en top, hè? Alles voor de kinderen vandaag. Je maakt er echt wat van. Ja, zeker weten. Helemaal goed. Zet hem op, hè? Ja, je moet eens gaan, hè? Het is een feestje ook vandaag. Nou, het is niet een feestje voor iedereen. Hey, Pat. Groot probleem? Ja, een leeg accu ding. Een leeg accu? Een leeg accu ding. Oh, dat is alles? Dat is alles. Dus de stoet terug, kinderbeestfeest, ga door. Ga door hoor, mag je zeker weten. Op garantie van de wegenwacht. Ja. Ja hoor. Zwarte Fiep voor de meneer. Hij mocht altijd heen. Wat goed, hoe heet ze? Lisanne. Dag Lisanne. En Lisanne die mocht altijd heen. En in januari vraagt ze al, wanneer komt de brief? Voor de artis, hè? Ja. Voor de artis. En dan vraagt ze al door. En dan vraagt ze al door, is de brief er al? En dan is de brief er. En dan moet ze hem zelf naar de brievenbus brengen. Want dan weet ze zeker dat hij weg is. Gaan we naar Piet toe? Ja, dan krijgt die Fip allemaal. Nou, ik hou van Fip. Gewoon, die krijgt alles. Alle aandacht, alle liefde en alles. Maar dat begint al bij het instappen. Ja. Hey, ben je ook meegereden met een van de hulpdiensten? Ja, met de bus. Oh met ja. Met Oude Kruis. Ja, start de mis! Niet bedoeling. Ga jij ze nu naar rechts laten sturen of niet? Wacht even, ja! Hij doet het! Ja, top. Oh, zijn hij wat een bekende stem, dames en heren. Voor de mensen uit Amsterdam, die kennen de stem wel. Zeg nog eens wat. Hetzelfde wat u doet, meneer. Werken. Wat een hele bekende stem. Al jarenlang bekend over de OC01. Eigenlijk zien we hem een keer. Hans Modder, dames en heren. Welkom. Waarom ben je erbij, Hans? Nou, het is toch het mooiste wat er is. Feest, hè, vandaag. Moet je kijken, al die kinderkopjes. Heerlijk. Komt u nog voor wat speciaals? Nog? Ja, voor een aap. Voor de aap? Ja? Hey, en voor de brandweer, hè? Ja, maar u heeft al een klein aapje mee, zeg. Ja. Hey, je bent toch al een klein aapje? Ja. Ja? Hey, en wat is dit voor dier? Wat is dit voor beest? Dat is een bonkie. En? Een bonie. Hey, en wat ga je... Wat een robbelon. En wat ga je... Wat ga je doen in het dierentuin? Wat ga je doen? We gaan naar de brandweer. Oh, mag ik jouw helm even op? Ja. Mag ik jouw helm even op? Ja. Kijk.
Oh, kijk, oh! Het hey. Nou, oh, ik kan het hebben. Mag ik hem hebben? Ja. Maar hij vindt het niet zo, het maakt niet zoveel uit. Nee, het maakt niet zoveel uit. Oh, nee, nou, oké. Okay. Nou, ik vind hem wel leuk. Kan mij het schelen. Dat is Fanny. Hoi. En Fanny werkt in Artis als? Dierenverzorger. Dierenverzorger. Welke dieren? Ik doe de miereneters en de tapirs en de lama's en de capybara's. Ja. Dan kan ik vragen, ook, ja, wat eten miereneters? Ja, iedereen denkt mieren, maar nee, hier in Artis krijgen ze pap. Pap? Ja. Nou, dat is wel een leuk beetje weer. Miereneters krijgen pap. Mag ik hem hebben? Nou, hij wil hem wel terug. Nou, pak hem maar dan. Okay. Een groen hesje. Wat betekent het groen hesje? Dat is een locatiecommandant. Locatiecommandant, ja. Belangrijk? Eigenlijk wel. Die regelt alles eigenlijk binnen de stoep. Nou, en je staat er met je armen over elkaar. Ja, sorry. Dat is een goed teken. Je hebt het onder controle. Ja, we hebben hier helemaal, ik ben locatiecommandant van rondom Artis van alle verkeersposten. En dan met droge ogen zeggen. Keihard werken. Dat heb je achter je rug als modder. Lekker icy. Ruiken. Ah, hij deelt wel. Ik kan veel van hem zeggen. De rest eet hij zelf op. Het is bijna werken. Het is heel hard werken. Dat is heel leuk en heel dankbaar. Okay. Dat is geen probleem. Nou, ja. En straks moet alles weer weg, hè? Alles gaat straks al weer weg. Alles straks weg. Dat gaat al een stuk makkelijker. Oké. Okay. Dus alleen maar uitzwaaien. Ja, alleen maar uitzwaaien. Okay. Helemaal lachen. Veel te veel. Jij ook. Hey, jongens, ja. De racebrugaren. Welke racebrugaren zijn er? Deventer. En vier. Deventer? Ja. Dat moet je even uitleggen. Ja. Wees me gaan in Deventer, ja, vertel. Ja, dat klopt. Of dan heb je de IJssel natuurlijk. Ja, ja. En die stijgt, die zakt steeds. Ja. Dus dat, ja, we redden ze nood nodig, hè? Uiteraard. Hey, hoe was de rit onderweg hier naartoe? Ja, goed. File. Veel file? Ja. We hebben nog een zwijnlichte sirene, hebben jullie toch ook? Ja, nee. Ja, maar dat mogen we niet gebruiken, hè? Oh, nee. Nou, we hebben geen sirene, helaas. Nee. Hoe was het onderweg? Lekker, druk. Naar Almere. Almere geweest? Almere eventjes. Wist je dat van tevoren? Nee. Zit in de route die zeg maar, ingezet wordt waar nodig. Ja. En is er iets wel meer, het pittoreske. Dat is leuk, dus je weet compleet niet waar je naartoe gaat. Ik wel, ik wist van tevoren welke route ik af ga leggen. Almere en welke route nog meer? OVG. Maar ik moet even iemand even een krabbeltje geven hoor. OVG! Dat is gaaf. Maar José ook vertegenwoordigd. Ja. En oude collega's kom je dan niet tegen. Ja. Worst onderweg. Worst onderweg. Het was top onderweg. De ijsbeer die net geholpen hebben. En je hoorde het, hè? Ook op zo'n dag als vandaag. Veel coördinatie. En naast me ook echt een mobilefonist. In hart en nieren. Al 8 jaar, hè? In de eenheid Amsterdam, toch? Ja, 8 jaar als mobilefonist. 8 jaar. Guido, ook leuk om de... Zeg eens wat. Wat wil je dat ik zeg? Ik ben vandaag lekker op het kinderbijsfeest. Samen met Mark. Hadden ze hier zelf weer, voor mij de 5e keer. Komt jullie al bekend voor, de stem van het OC, de OC 01. Hey, zullen we even snel naar boven toe, mag dat? Ja, heel snel. Even kijken binnen. Wat is het voor de wagen, Guido? Dit is een van onze 2 gewonnen wagens. Ja. Hier binnen zit het van een landelijke eenheid, hè? Ja, landelijke eenheid. Hier zit het zenuwcentrum hier. Ik hoop dat we het kunnen zien. Ja, we kunnen het zien, heel goed. Ja, hier binnen zit dus het commandocentrum. Hier vandaan wordt alles geregeld. Ja. Aan de achterkant, wat je nog wel ziet, daar is de communicatie met alle routes op straat. Ja. En dan hebben we hier buiten nog een ander voertuig staan. En waarom kinderbeestfeest? Altijd. Als je ergens je steentje bij kan dragen, altijd kinderbeestfeest. We zorgen die kinderen gewoon een top middag en avond. Ja. Want met wat voor voertuig waren jullie? Ik was gewoon met een Station Astra, voorste voertuig. Ja. Van Route Leeuw. Route Leeuw. En wel ook zieke kinderen mee onderweg? Ja, waren er 2 achterin zitten. Ja, dus ja, helemaal top. Dus dat was dus de wagen voor de routes, hè? Ja. En dit is de wagen voor? Voor de veiligheid binnen het park. Hey. Ja. Daar hebben we. Hallo. Alles onder controle? Zeker. Echt wel. En ons eigen telefoonteam. Die hebben we ook nog. Telefoonteam. Hallo. Telefoonteam. Telefoonteam. Alle mensen die hebben aparte nummers. Daar kunnen ze mee bellen. Komen ze hier binnen. Met noodgevallen of informatievragen. Die komen hier nog binnen. Steeds ouderwets gebeld. Ja, ouderwets gebeld. Ouderwets gebeld. En dan worden ze hier geholpen door dit perfecte team. En dan worden ze meteen geholpen. Nou, wat goed. Vorig jaar waren we ook in de vlog. Ja, weet je het nog? Ja, dat weet ik nog wel. Ja, weet je toen nog? Toen kwam je aanrijden. Ja, en toen vroeg je wat ik kwam doen. Maar toen was, toen was je ook aan het zoeken. Ja. En nu ben je ook aan het zoeken. Ja, nu zoek ik eten. Ben je heel even op zoek eigenlijk? We zijn eigenlijk op zoek naar een hapje eten. Oké, hapje eten, want ja. We hebben natuurlijk net 2 ritten erop zitten vanaf het AMC. Ja, dus, nou, dus we lusten wel wat. Dus we lusten wel wat, want ja. over een uurtje moeten we weer klaarstaan om al die kindjes weer terug te brengen. Naast Artis.
is de studio van Paul de Leeuw van het programma Lekker Laat. Nou, Eline met ouders en Lucas zaten natuurlijk bij mij in de bus. En die zeggen, ja, dat is Paul de Leeuw, Paul de Leeuw. Nou, zou het leuk zijn als we hem nog even zien. Maar je zei, daar zijn we in Amsterdam. En je kunt niet in Amsterdam weg voordat je bekende Nederlander bent. Nou, en dan kwam je gewoon voorbij. Als Limburger, ja, precies. Paul de Leeuw. Maar ja. Hé, wat een mooie neus. Laat maar eens goed zien aan de mensen. Moet je ook een beetje lachen erbij, hè? Moet je ook een beetje, een beetje praten, hè? Hoe vond je het binnen? Hoe vond je het? Was het leuk? Stukken gedaan. Moet je wel hard praten. En naar de dieren gekeken. En welke dieren had je gekeken? Naar de mannetjesleeuw. De mannetjesleeuw. En die maken toch altijd zo'n hard geluid? Ja. Wat voor geluid maken die altijd? Waar? Dames en heren, Paul Leeuw. Dag Paul. Met de tv-presentator. Hallo. Hoi Paul. Hallo. Je mag wel een knuffel. Hi. Dan kunnen we namelijk ook gebruiken. Ik ben Paul. Lekker. Heb je een leuke dag gehad? Heb je allemaal dieren gezien? Heb je ook de olifanten gezien? Ja. En weet je dat olifanten een nieuwe verblijf krijgen waar ze gaan slapen? En wat voor geluid maken de olifanten? Maar ja, dan kijk, mag ik je neus even af en toe kijken? Dan moet je even je neus en moet je... Ja, dat is hem, doe eens. Ja, dat is goed, dat is goed. Nou, gauw je neus weer op. Van wie heb je die neus gehad? Van de politiemannen. En hebben we nog een beetje gegeten? Of niet? Dat? Heel goed. Wat konden we nog een beetje zien rond je mond net? Oh, met marinaise. Oh, tomatensoep. Ja. Met ballen. Mm. Met balletjes. Lekker. Nu moet ik weer naar het ziekenhuis. En wat vind je van het ziekenhuis? Dat je daar naartoe moet. Zorgen ze daar wel goed voor jou? Ja. Heb je het leuk? Ja, tof. Voor elkaar. Hartstikke leuk. Kom in Amsterdam toe. Rijd Paul de Leeuw voorbij. Ja, wat wilde jij vragen? Nou, waarom vlog je? Waarom vlog je? Nou, omdat ik jou hartstikke lief vind. Vind je met mij ook een beetje lief? Ja. Kan ik een kus van jou? Mag ik jou een kus geven? Ondertussen s'avonds een uur of nou, 8:30, 8:15. De mensen komen langzaam weer aan bij onze plaats waar we zijn gestopt voor Artus. En natuurlijk ook, daar is je weer, Eline. Dag Eline. Hoe vond je het? Nee. Jij had verteld dat jij wilde alle diertjes zien, hè, zei hij tegen mij. Maar goed, dat was... Heb je ze allemaal gezien? Of heb je nog een diertje gemist? Nee. Had je ze allemaal gezien? Nee. Kijk van jou nu een kus op mijn wang. Nou, dat vind ik hartstikke lief van jou. Hoe heet je eigenlijk? Kieran. Kieran? Kieran. Kieran. Nou, vind ik wel een mooie, hele mooie naam. Nou, volgens mij een geslaagde dag. Absoluut, ja, toch? Gek, ja, superleuk. Ja, en is het jullie ook gelukt om een beetje afleiding te vinden vandaag? Ik niet. Jawel. Oh, jij ook hier. Jawel, het was heel fijn. Ja? Ja, het was heel relaxed binnen, hè. En heel veel te doen voor de kindjes. Ja. Heel fijn. Ja. Nou, wat goed om te horen. Ja. En de routecoördinator die dus bij mij in de auto zit, die zegt... We gaan vertrekken, terug naar het AMC. Fantastisch. Dag Michiel, vond je het mooi? Ja, hè? Ja, hè? Wat vond je het leukste, Michiel? Dit hè? Autorijden. Ja. Autorijden. En toch een bus vol, hè? Hey, toch van elkaar. Toch van elkaar. Ik was bezig de vlog af te sluiten. Oh, nou, volgend jaar weer zoveel mogelijk mensen. En we hebben een fantastische dag, mijn volgens mij. We hebben het allemaal fantastisch leuk gehad. Dames en heren, attentie. Sydney wil wat zeggen, dames en heren. Sydney wil wat zeggen. Moet je niet één houden. Wil je niks zeggen? Nee? Nou, dan hoeft het niet op de microfoon. Vond je het leuk? Ja. Weet je, hey, maar kijk eens. Vier strepen. En weet je wat dat betekent, wat je dan bent? Regie. Hoofdagent. Ja. Van politie. Van politie. Kijk eens, bus vol. Wat vonden we ervan, mensen? Leuk! Ja? Superleuk. Leuke dag gehad vandaag. Ja,
En hoeveelste keer was het voor jou? Eerste keer. Eerste keer. En volgend jaar? Sowieso, ben ik er sowieso bij. Volgend jaar er weer bij. Helemaal goed. Hey, wel thuis. Het was mijn derde keer. En komt er een vierde keer? Daar komt absoluut een vierde keer. Kinderbeestfeesten 2018. We komen eraan. En zij zijn er ook weer bij. Tot volgende keer. Dag.